hij probeert je wel gewoon op de gevoelige snaar te pakken om jou gewoon wat duidelijk te maken. En dat, ik bedoel, daar moet je doorheen kijken. Hij is hier om iets recht te zetten en dat kan hij gewoon alleen maar door je keihard gewoon te feesten met de shit waar je in zit. Ja. En dat doet hij gewoon met nu, met de dingen die je moet doen en de dingen die je hier tegenkomt. Ben leuk of niet leuk, doe het er maar mee en haal het daar je voordeel maar uit. En ik hoop dat ik het vasthoud. Daar ga ik voor. Ik zou je helpen daarin. Zonder het humeur 100% om te gooien? Nou ja, als jij niet luistert, dan misschien wel, weet ik niet. Nou, probeer het dan eens een keer op de leuke manier. Misschien vat ik hem dan wel. Als jij het gewoon gelijk jouw humor slaat 100% om, dan hij hoopt gewoon je wakker te schudden. Dat is wat hij doet, tenminste zo zie ik dat. Ja, misschien, ik heb er misschien problemen mee, de voorbeelden die hij noemt. Ja, oké, maar kijk daar even doorheen. Dat zeg ik tegen jou. Ja, maar dan moet je dan ook niet met die voorbeelden komen. Daar heb ik dus een heel groot probleem mee. Maar de boodschap was duidelijk, laten we het zo zeggen. Voor mij al. Ja, ik zal mijn bek houden. Ik vind het prachtig. Nou, we hopen dat we er wat positiefs uithalen. Wat mee gaan doen, laten we het zo zeggen. Ja, ik zal het gewoon nemen zoals het is.